Minister Bronto sumuarjo fu bena lansa saka dan a pikinyun sumang na wiki di pasa bakana regeringsraad vergadering. Taki a regering etang woko fu solugu taki mo bete pisido fu na overheidsapparaat. Bika ome yali kaba kutu fa ome money e spend na overheidsapparaat sama jaini dins kande dinai woko ta sama dedi ome monye gonere ikane sosokali fo me sama ala de sande na sandi de wani seka anga apu di dempu denemfu sama di ekisimoni sosokali dinai woko fo utu emeke en de fo utu de woko arisheer den tu. De verplichte landsdienarenregistratie niet voor zomaar hebben gedaan. We hebben het gedaan om effectiviteit te brengen in het ambtenarenbestaan. Elke gulden die we besparen, die we niet uitgeven aan een spookambtenaar of die we niet uitgeven aan een inactief ambtenaar, kunnen we anders gebruiken. Ik ga u een voorbeeld geven. Voordat wij aantraden, verdiende een leerkracht op GLO-niveau 4690 SED. En vandaag de dag is het met die 3500 koopkrachtversterking 13.094 SED. Voordat wij aantraden verdiende een schoonmaakster 2000 SED. En vandaag de dag is het inclusief die koopkrachtversterking 9506 SED. Op dit moment zijn we in onderhandeling met de bonden om weer te kijken als er ruimte is voor een loonsverhoging van de ambtenaren. En dat geld moet ergens vandaan komen. We zijn geen regering die monetair financiert. Elke gulden die we uitgeven is gedekt. Dus nogmaals, het is niet voor zomaar. De mensen die zich hebben geregistreerd, die zich wel aan de regels hebben gehouden, die zich hebben gehouden aan de personeelswet, die bedank ik ook vanaf dit punt. Want hun hebben me helpen heel veel inzicht brengen in het ambtenarenbestand. De mensen die aangeven, die geen bewijs hebben gehad, die zeggen dat het systeem is groot. Ja, dat klopt, want je kon je niet continu registreren. Er was een window. Ik heb 2 maanden geleden nog een keer een window geopend, een fysieke window. Want toen bleek dat er 5.000 of 6.000 mensen nog niet hadden geregistreerd. En van die fysieke window van 5 dagen lang hebben er toen 1800 of 2000 mensen gebruik gemaakt. Dus er is genoegzaam kansen gegeven om te registreren. En de registratie heeft alleen maar voordelen gebracht. Natuurlijk, af en toe heb je ook een nadeel. Maar als ik de voordelen opweeg tegen de nadelen, zou ik het precies weer op dezelfde manier doen. Laat meneer minister Bisa even antwoorden en dan zullen we weer overgaan tot het beantwoorden van uw vraag. Bedankt voor de vraag weer. De verkiezing is begroot op ongeveer 800 miljoen SRD. Het is wat, maar als je het vergelijkt met andere landen valt ook wel mee. Democratie heeft zijn prijs. Wij wachten af hoeveel partijen gaan meedoen aan de verkiezingen. Op basis van de vorige verkiezingen gaan wij ervan uit dat er 20 gaan meedoen. Dat was vorige keer ongeveer 17, 18, 19. Tot nu toe hebben zich wel 35 ingeschreven bij OKB. Maar ik denk dat er een paar afvallen. En dan zal de stembiljet 70 centimeter bij 100 worden. U heeft het over dat mensen vlak voor de verkiezingen in dienst worden genomen op AO-basis. En dan met valse voorwenselen worden aangetrokken. Ik kan u zeggen, bij de vorige periode 2015 tot en met 2020 zijn er 17.000 ambtenaren in dienst genomen. Dat is een van de redenen dat ik een verplichte landsdienarenregistratie moest doen. 8.000 van die ambtenaren hebben geen werkplek. U kunt zich voorstellen, in de maand mei 2020, juni 2020 en juli 2020, nadat was gebleken dat sommige partijen hadden verloren die in de regering zaten, zijn er 6.000 ambtenaren in dienst genomen. Onder valse voorwenselen, wat u zegt, wij hebben ze hier ook. Valse beschikkingen, valse missieves, erg triest. Aan de ene kant dat idee wat u net aangaf op enkele diensten, dat zou op zich niet zo erg zijn. In Amerika heb je het ook, je hebt een merit systeem. De personen, de politieke partij die jou aanneemt, op het moment dat die politieke partij weggaat, ga jij zelf ook weg. Ik vind dat op zich geen slecht idee, want politiek blijft politiek. Politieke partijen zullen altijd mensen op basis van politiek in dienst nemen. Het moet natuurlijk wel in de perken blijven. Dus ik zou zeggen, als dat zo blijft, laten we het merit systeem doen. Ik neem je in dienst. En als ik wegga, ga je ook mee weg. En als je goed genoeg bent, capabel genoeg bent en de overheid interessant vindt, dan mag je opnieuw solliciteren. Want zo druk je de overheidsbegroting niet. Nogmaals, wat vorige keer is gebeurd, is de bond. 17.000 ambtenaren. En ik garandeer u dat wij dat niet gaan doen.